vandaag een actie in Delft van Extinction Rebellion. Ja. Wat was precies het doel van vandaag? Aandacht voor klimaatverandering en de risico's daarvan. We hebben hier een die-in gehad, dus dan gaan we dood op de grond liggen. En op die manier willen we aandacht vragen voor dat klimaatverandering niet alleen iets is van, oh wat jammer, economisch, we moeten een dijk wat hoger bouwen. Nee, dit gaat echt om mensenlevens. En daar willen we aandacht voor vragen. En wat kan de politiek doen als het gaat om klimaat? De politiek is aan zet om de juiste maatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat er niet meer CO2 uitstoot, dat de aarde niet meer opwarmt. De politiek moet maatregelen nemen en we hopen dat zoveel mogelijk mensen dat dan ook steunen en de politiek dan ook de kans krijgt om de juiste maatregelen te nemen. Maar wat ik hoop is dat mensen sowieso naar de stembus gaan. En wat iedereen kiest, dat is natuurlijk het goed van dit land. Dat mag iedereen zelf weten. Ik hoop wel dat mensen ook inzien dat het klimaat steeds meer van ons leven bepaalt. En ook denk gaat bepalen in de komende 4 jaar. Dus ik hoop dat mensen ook een afweging maken voor niet alleen een partij die goed is voor henzelf. Misschien ook voor anderen om hen heen. En dus ook voor het klimaat. Als Extinction Rebellion hebben we 3 dingen die we van de politiek willen vragen. Vertel de waarheid. Dus laat echt weten hoe erg het is met de klimaatcrisis. Doe wat nodig is, dus neem de acties die nodig zijn om CO2-uitstoot te beperken. Laat burgers beslissen. Dus we willen een burgerberaad om te beslissen welke maatregelen er worden genomen. En op die manier zorgen dat de lasten ook goed verdeeld raken. Ja, ik zie vooral dat de partijleiders die heel lang de leiding hebben gehad waar veel mis ging, dat die nog hoog in de peilingen staan. En ik vind het fijn dat Timmermans is aangeschoven. Als je het hebt over grote klimaatbagage, dan denk vrijwel iedereen aan hem. Jullie willen ook dingen bereiken, fossiele brandstofsubsidies afschaffen bijvoorbeeld. Hoe staat het daarmee? Nou, ik denk dat we weer op de snelweg moeten gaan zitten. Er zit niks gebeuren daar nog? Nou ja, ik denk als je het nieuws volgt. Ik heb niet per se gehoord dat daar iets concreets in ieder geval gaat gebeuren. Kolen, het vliegen, subsidie op kerosine, dat allemaal zo goedkoop is. Dat klopt gewoon niet. Zorg dat er betere spoorlijnen komen, dat er beter openbaar vervoer is en dat je niet voortdurend het vliegtuig hoeft te pakken voor van alles en nog wat. Ja, dat soort dingen. Ja, er zijn inderdaad een aantal verschillende fossiele subsidies. Een aantal waar we als Nederland zelf over kunnen beslissen. Nou, die kunnen we gewoon meteen afschaffen. Daar hoeven we verder geen overleg over te plegen. Er zijn inderdaad ook een aantal Europees gebonden fossiele subsidies. En daarvan wil ik dat de politiek zich hard maakt om daadwerkelijk op Europees niveau die af te gaan schaffen en niet gewoon te zeggen, ach, het is Europees, dus het is nou eenmaal zo. Kijk naar de politiek, die is 1 bepalende factor, maar daarnaast zie je een aantal hele grote bedrijven die eigenlijk hun eigen gang gaan. Ik denk aan een aantal oliemaatschappijen. Hoe zien jullie dat voor je, dat die gaan veranderen? Ik hoop dat die luisteren naar de wetenschap en dat die het in hun hart vinden om het juiste te doen. Ja, wat je ziet is dat ze precies de andere kant gaan. Als je praat over de Shells en ExxonMobil bijvoorbeeld. Ik denk dat het dus belangrijk is dat de overheid maatregelen neemt, afspraken maakt, waardoor een aantal bedrijven niet meer kan doen wat ze nu doen. En ook de zorg dat ze zeggen van ja, maar dan gaan ze naar andere landen. Als op Europees niveau en op wereldniveau afspraken gemaakt worden, dan hebben ze die uitwijkmogelijkheid niet meer. En als er op wereldniveau afspraken gemaakt worden, dan zullen al die bedrijven zich op een gegeven moment daar ook aan moeten houden, anders zijn ze in overtreding. Daar worden nu natuurlijk ook allerlei procedures al tegengevoerd. Ja. Maar je ziet dat ze zelfs, als het gaat om Shell bijvoorbeeld, dat ze zich niet echt iets aantrekken van wettelijke uitspraak. Nee, helaas. Ik weet niet in hoeverre daar mogelijkheden zijn om daar hardere maatregelen voor te nemen. Maar het is natuurlijk heel zuur als je ziet wat Shell nu voor reclame maakt. Dat ze alsof ze groen zijn, terwijl ze in wezen natuurlijk zich geen moer aantrekken van de schade die ze teweeg brengen. Ziet u ook lichtpuntjes eigenlijk in hoe het nu gaat? We hebben ook gezien hoe veerkrachtig de natuur kan zijn. Dat in het begin van de pandemie, toen er veel scheepvaart stil lag, dat het water in Venetië zich ontzettend snel herstelde als daar eventjes geen cruiseschepen langs gaan. Dus als we nu stoppen, kan heel veel zich herstellen. En daar moeten we ons op richten.